generale repetitie voor NEC. Voor de halve finale van de beker. Maar ook nu is de inzet niet gering. Een plaatsje in de play-offs voor Europees voetbal staat niet letterlijk op het spel vanavond. Maar er kunnen uitstekende zaken gedaan worden door zowel NEC als Sparta. 1 punt nu het verschil. 4 Japanners aan de aftrap. En dat is nog nooit gebeurd in de Eredivisie. Lasse Schöne. Hij wordt ook nog even in het zonnetje gezet. Behaalde record. 434 Eredivisie duels. Lauritsen. Matige bal van de Noor. Sano. Prima paas tussen de linies door naar Sherry. Die wil altijd wel uithalen. Ziet het schot om de debatten te openen. Sano. Handen op elkaar voor deze wijze van onder de druk vandaan komen. Van Rooij. Genoeg ploegenoten voor de goal. Die weet hij te bereiken. Het wordt Sano. Serieuze opwinding in het Goffertstadion na een fraaie aanval van NEC. Waarbij Sano de bal, zoals het zo mooi heet, vol op de pantoffel neemt. NEC neemt het heft in handen in dit duel. Van Rooij, slim laten lopen, klaarleggen. Wat een prachtige aanval van NEC. Maar de jarige Job trakteert zichzelf hier niet. Olij verstiert het feest van Proper. Sano. Die glipt er altijd heel makkelijk langs. Maar komt Hoedemakers nog een keer tegen. En dan gaat er weer voorbij. En dan is de voorzet op het hoofd van Verdonk. Het is toch weer Koki Saito. Die zich hier onderscheidt voor Sparta. Mito. Met de voeten. Prima paasje naar Verschuren. Die voorzet wordt door Sillissen uiteindelijk geweldig gepareerd. De kopstoot van Lauritsen. Hier doet niemand iets fout. Eigenlijk alleen iedereen iets goed. Van Rooij. Weer Gonzalez in de rug bij Ogawa. Veel meer een spits dan een buitenspeler. Proper. Proper! Wat een geweldig verjaardagscadeau. Hij trakteert op zijn 22e en lag zijn tanden bloot. Aannemen, draaien en hangen. Geen houden aan voor Olij. Wonderschone treffer. Verdonk poeierde er eentje binnen tegen Twente. Hij kan er dus ook met gevoel. Snoeihard of fijn. Het maakt Kelvin Verdonk niet uit. En zo leidt NEC binnen bungeltijd tot met 2-0. Is dit te belopen voor Baas? Jazeker. Baas. Sherry. Sherry probeert een duit in het mooie golenzakje te doen. De laatste 7 keer hier in Nijmegen tussen NEC en Sparta. 3 keer 1-1, 1 keer 0-0, 2 keer 1-0, 1 keer 0-1. Blinkt ook niet echt uit in spektakel. Die uitslagen, nu al 2 goals voor NEC. Wat komt er nog meer bij? Saito moet toch van hem komen en het komt hier van hem. Lauritsen, Mito. Een prestatie op zich. Veel te wild. Ja.
Sparta toont echt verbetering na rust. Voetbalt eenvoudiger. Komt makkelijker voorwaarts. Heeft ook kansen gekregen. En krijgt hier weer een kans. De kopbal is van Saito. En Sillissen niet met zijn meest briljante redding. Maar goed, het is wel een redding. Waar zij vooral van dromen is natuurlijk de bekerfinale. Zo langzamerhand richting het slot. Hoe spannend gaat dat nog worden? Proper. Dit is waarom hij daadwerkelijk op het veld staat. Verdeel. En houdt tegen. En dan de kramp erin. Of is het erger bij Proper? Sillis heeft het gezien, dus de bal moet buiten gespeeld worden. Bij die poging om de bal te ontfutselen, grijpt hij naar zijn hamstring. En aan de reactie te zien bij Proper is dit geen kramp. En dan denk je gelijk aan dinsdag. En een halve finale van een beker. Die wil je nooit missen. Nummer 435 voor Schöne. Duiting met zijn 100ste voor NEC. Proper richting de kleedkamer. Sherry meegeven aan Zo. Is dit dan de aanval waaruit de 3-0 valt? Zo valt. En Hichler zegt dat zijn eigen schuld is. In ieder geval niet strafbaar. Hij kijkt één keer. En dan struikelt hij lijkt het wel gewoon. Baas gaat het niet proberen, maar laat het daar aan de invaller lossen. Gevoelig balletje van Baas. Geen gevoel in het voorhoofd bij de Noor. Saito. Saito! En dat is een wonderbaarlijke karambol. Die goed uitpakt voor NEC. Het gemopper, of beter gezegd, het genuil is verstomd in Nijmegen. Er zijn heel veel punten behaald. Er is spektakel bij NEC. En er is bijna een derde treffer. Een goede generale voor NEC. Voor de halve finale van de beker. Ze winnen de strijd met concurrent Sparta wat betreft een play-off ticket. Dankzij twee afstandspegels in de eerste helft. Een zegen met een rouwrandje voor NEC. Dat concurrent Sparta verslaat. Maar Proper ziet uitvallen.